welkom allemaal in de bibliotheek. Namens de bibliotheek ook en namens de gemeente en namens Katinka van Vluchtelingenhulp. De afgelopen jaren is er heel veel over nieuwkomers, statushouders, vluchtelingen gesproken. Want zo worden deze mensen over het algemeen genoemd. Dat is enerzijds heel begrijpelijk. En anderzijds lopen we daarmee het risico te vergeten wie deze mensen werkelijk zijn. En dat zijn mensen die naar ons land zijn gekomen vanwege oorlog of geweld. En die soms, dat hebben ze gemeenschappelijk. En soms komen ze zelfs uit hetzelfde land. Bijvoorbeeld uit Syrië of uit Eritrea. Maar zelfs dan, ook al komen deze mensen uit hetzelfde land, is het belangrijk om ons steeds te realiseren dat we het hier hebben over individuen. Individuele mensen die net als u en ik ook allerlei worstelingen hebben gehad in het leven. Mooie momenten, gewoon een verleden hebben gehad. En vooral ook die allemaal hun eigen passies en talenten hebben. Het idee van deze talentavond is om aan de burger aan te tonen dat de mensen die hier zijn, die zijn niet alleen voor de uitkering. De mensen die hier zijn, die zijn ook niet ongeleerd. Of die hebben geen diploma's of geen bezigheid gehad in het land van herkomst. Sommigen zijn gedwongen door de oorlog naar hier gekomen. Die hebben echt heel veel achtergelaten. Zoals deze meneer die nou heel het verhaal over Aleppo toen en Aleppo nu. Hij was een architect en hij had een architectenbureau. En nou heeft hij niks, heeft hij een uitkering. En hij geneert zijn eigen om gewoon uitkering te blijven benutten. Ja. Dus ik kom ook heel veel mensen tegen bij ons die echt talent hebben. Maar dat wordt niet zichtbaar, omdat hen hier onder de mond vluchteling. En vluchteling, ja, dat is gewoon, krijg je de titel en dan word je gezien als iemand die daar niks kan. Vandaar dat wij ook met heel veel mensen gesproken over het verleden van hen. Over de bezigheid die hun eigenlijk hun dagelijk leven in het land van herkomst hebben gedaan. En toen kwamen wij achter dat deze meneer is een architect en die heeft talent. Wij hebben ook iemand anders, dat gaan we dadelijk zien. Dat is een meneer die had tweede prijs in de wereld als kunstenaar. Die maakt echt de gekste dingen. En ik vind het jammer om deze mensen niet aan te tonen aan de burger. En vandaar dat wij toch geen bruinstorm aan hebben gezegd, nou dan moeten we toch iets mee doen.